Amy, je rijdt hier tegen je ploeggenootje. Hoe is dat om tegen elkaar te rijden? Met de achtervolgingen heb je niet zoveel last van. En met de teamonderdelen, zeg maar, met de pelotonwedstrijden, ja, dan rijd je niet echt tegen elkaar. Dus in principe heb je denk ik meer voordeel van als nadelen. Ja, maar zo'n individuele achtervolging, je gaat niet meer aan volle bak. Maar kijk je nog op een gegeven moment waar de ander zit? Want je moet toch, je rijdt wel voor zilver en goud. Ja, maar je kan toch niet harder dan hard, dus je kan wel kijken, maar ja, als het niet gaat, dan gaat het niet. Nee, maar voel je op een gegeven moment wel aankomen dat het niet gaat of dat het wel gaat? Jawel, ik denk dat je vooraf wist ik wel dat het eerst wel lastig gaat worden. En de 1 en 2 was dan wel mijn doel en dat heb ik dan gehaald. En ja, dan ga je de finale in en dan probeer je gewoon het hoogste haalbare eruit te halen. Ja, maar hoe kijk je terug op jouw individuele achtervolging? Op zich was ik best, op kwalificatie was ik wel tevreden. En de finale toen had ik gewoon zwaar geprobeerd en dat was gewoon niet zo goed uitgepakt. Maar dan heb ik zei, je weet dat je voor 2 rijdt en dan, ja, waarom zou je niet iets anders proberen dan? Ja, nu rij je al wel langer op de baan, wat zegt jou deze tijd bijvoorbeeld hier? Ja, ik vind het wel moeilijk, want je komt natuurlijk vanuit Zuid-Afrika, je zit gewoon in je wegvoorbereiding. En dan roep ik ook elk jaar van, ik sla er enkele baan over, maar dan komt dichterbij en denk ik, ja, waarom niet? Ja, ik vind dat wel leuk om weer mee te doen. Oké, nou je hebt nu 2 dagen gehad, nog 1 dag te gaan. Hoe kijk je naar die laatste dag? Want je rijdt een dubbel programma volgens mij. Ja, maar hij is kwetsend een koppenkoers. Op zich helemaal leuk. Ja, wel leuk sowieso, maar je hebt ook wel een doelstelling neem ik aan. Ik vind het zijn 2 moeilijke onderdelen. Ten eerste is crest, dat is altijd afwachten hoe het loopt. En koppenkoers, ja, je rijdt 2 hele nieuwe koppels heb je, dus dan... Ja, iedereen moet weer elkaar wennen, denk ik. Ja, dus het zijn 2 onderdelen waar je gewoon wel eens een beetje verrassing kunnen komen. Maar je hoeft toch niet te wennen aan jouw koppelgenoot, hè? Nee, maar ja, het is natuurlijk wel weer wennen dat je nu wel weer samen rijdt. Dat is natuurlijk een jaar geleden, dus dan... Even kijken hoe het allemaal gaat.